Goedemorgen allen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag dacht ik, ik laat jullie mijn dagelijkse routine zien. Dan heb je een beetje het gevoel wat ik doe in mijn dagelijks leven. Vandaag was wel een beetje anders, omdat ik moest echt naar de kapper. Ik wil deze veet gewoon een beetje bijhouden, dat ik er altijd een beetje fris uitzie. Dus een beetje traag start, maar dat maakt niet uit. Vanochtend heb ik een oatbake gegeten, zo'n soort van oatcookie. En zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik dus ook mijn twee scoops instant oats gebruikt. Samen met twee scoops whey. Dus dat is echt al flink wat calorietjes erin. Ik denk 500 in de shake, dan nog 200 of 300 in die bar. Dus dan zit ik al bijna op 800 calorieën. Ik zit redelijk ver in mijn lean bulk. Ik merk dat ik gewoon moeite begin te krijgen om aan te komen. En dat ik echt mijn best moet doen om gewoon zwaarder te worden. Ik kan vandaag ook even wegen. Dan hebben jullie een idee van hoe zwaar ik ben. Volgens mij is het 101 kilo. Maar we moeten het eventjes controleren of dat waar is. Daarnaast zit er een nieuwe lens op. Ik schiet in 4K. We gaan de vlogs gewoon naar een hoger niveau brengen. Ik train vandaag schouders. Echt zin in. Ik ben weer helemaal, nu ik meer kan eten, ben ik ook weer helemaal terug in die gymflow. En dat voelt wel echt super lekker. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we verder met de intro. En dan zie ik jullie wanneer we aankomen bij de warehouse. Nou, we hebben denk ik de helft van de dag er nu op zitten. Het is 2:30 alweer. Mijn werk zit erop voor vandaag, dus dat gaan we even afsluiten. Maar er moet natuurlijk wel getraind worden. En niet voordat wij een lekker pre-workoutje hebben genomen. Dus laten we dat nu gaan doen. Daarna gaan we die schouders eventjes kapot maken. Sexy. Mag papa die hebben? Dankjewel. Zo, ik kan die camera niet meer omhoog houden. Je ziet hem trillen. Mijn schouders zijn compleet gesloopt. Ik heb dus elke oefening wel 4 tot 5 sets gedaan. Ik hou gewoon van high volume als ik schouders train. Het is niet een super grote spier, dus je kan hem wat
meer reps geven dan normaal gesproken. Maar ja, dit was hem wel echt helemaal. Loop goed vol. Oké. We gaan even afsluiten hier, laatste orders verzenden. En dan gaan we richting huis. En dan gaan we gewoon weer door met de rest van de routine van de dag. Sir. Ondanks al mijn goede bedoelingen zijn we nu bij de Burger King aangekomen. Wacht eventjes. Hold on. Donuts, muffins, en bapau. Ik moet echt eerlijk zeggen, vegetarische bapau. Als je de hele dag achter het bureau zit, dan ja, dan gaat het gewoon niet altijd even goed. Het leven van Sandra, de cameravrouw. Haar maagje knort, maar moet filmen hoe Cas eet. Wel een goede voice-over stem heb je, vind ik. Ja, kunnen we Jackson gewoon een patatje geven? Zo ziet het er niet heel smakelijk uit, maar ja. Dit is hoe je hem krijgt. Ja, precies. Maar ik moet zeggen, hij is echt, echt lekker. En ik heb ook wel eens de normale Whopper gegeten. En ik moet zeggen, die plant-based patty valt mij beter. Goed, ja. Ja. Nou, als we thuis komen is het echt Jaxie tijd. Dus van ongeveer een uurtje of 6:30 tot 7:00 dat hij naar bed gaat, dat gaat douchen en dat soort dingen. Zijn we alleen maar met hem bezig, zijn we aan het spelen en bla bla bla. Hij is zondag trouwens jarig. Dus Sander heeft van alles geregeld, krijgt cadeautjes, hebben een hele setup gemaakt. The Wild One, geloof ik, volgens mij. Nee, Safari van. Oh, Safari. Nou, Safari thema. Dus het wordt helemaal in de watjes gelegd. Thank you.